De eerste vlog vanuit Zuid-Spanje, Estepona, om precies te zijn. De plaats waar Arnold Den Haag de komende 5 dagen bivakkeert. Met de eerste dag, de eerste trainingsdag, die zit er min of meer op. Zojuist de eerste training gezien onder leiding van Zeljko Petrovic. En zijn ploeg, en eigenlijk heel Arnold Den Haag, begon vandaag met een valse start. Want zowel Mike Havenaar als Ruben Schaken zijn niet mee naar Spanje. Havenaar zit nog in Japan, heeft een infectie, een virusinfectie, mag niet reizen. En Ruben Schaken meldde zich vanmorgen vroeg af. Hij heeft een buikgriep. En er wordt nog gekeken of hij eventueel ingevlogen wordt de komende dagen. Maar die kans is eigenlijk niet heel. Dus kent Arnold Den Haag een valse start van het nieuwe jaar 2017. Ja, een beetje vervelend. En dat is een herhaling van juni. Toen miste ik heel veel spelers. Toen hadden we ook geen spelers. Maar dit is ook een beetje vervelend. Echt vervelend. En dus een trainingskamp zonder Mike Havenaar en waarschijnlijk ook Ruben Schaken. Petrovic wilde graag wat nieuwe spelers bij. Testspelers, proefspelers zijn hier niet, gaan ook niet komen, want Arnold Den Haag heeft simpelweg geen geld. Tenzij er misschien een speler verkocht wordt. En nu wordt Wilfried Canon momenteel in verband gebracht met een transfer naar Frankrijk. Maar vooralsnog is dat niet concreet, dus kan Petrovic nog niet verder shoppen. Dan is het tijd voor de quiz. De quiz die we iedere dag gaan spelen hier in Spanje. Hoe goed ben jij op de hoogte van de statistieken uit de eerste seizoenshelft? Met vandaag videoanalist Marvin van der Valk. ADO scoorde in de eerste 17 wedstrijden 16 doelpunten. Mike Havenaar scoorde er 3. Hoeveel maakte hij er met rechts? 2. En 1 met zijn hoofd. Wie scoorde het snelste doelpunt in de eerste 17 wedstrijden van ADO? Javeen Castanier. ADO Den Haag won in de eerste speelronde met 3-0 van Go Ahead Eagles. Door doelpunten van Havenaar en Tyrone Eboui. Wie gaf de assist op de 3-0? Duplan. Wie scoorde de gelijkmaker in de bekerwedstrijd tegen NEC? Hoe lang heb ik? 5. Ik heb echt geen idee. Havenaar. Hoeveel passes heeft ADO Den Haag in de eerste 17 wedstrijden verstuurd? 154. Per helft? Helft, ja. Doe dat eens maar 34. Nee, 1113. Ja, hoe raar het ook klinkt, Marvin staat wel bovenaan in de lijst met 0 punten. Morgen iemand anders uit de staf van ADO Den Haag. Morgen trouwens 2 trainingen op het programma. 1 in de ochtend en 1 in de middag. En dat gaat eigenlijk wel vaker gebeuren. Dat geldt ook voor de woensdag, de donderdag en de vrijdag. Dan staat er 1 training gepland. En ook een oefenwedstrijd tegen het Duitse FSV Mainz. Een ploeg uit de Bundesliga. En die wedstrijd wordt live uitgezonden door de collega's van Fox. En natuurlijk ook te volgen via social media. Zoals je het hele trainingskamp volgt via Instagram, Twitter, Facebook. En natuurlijk onze website omroepwest.nl. Graag tot morgen. Adios.